Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe video. Zoals jullie aan de titel hebben kunnen zien, is dit de top 5 favoriete mannelijke wands. Dus feitelijk gewoon, ja, de gewoon wands die van een man zijn. Ja, top 5 mannelijke wands, stokken. Ik ga er ook eentje van vrouwen doen. Dit is namelijk aangevraagd door een persoon. Ik denk dat de persoon het ook wel weet. Zodra hij of zij dit ziet, ik weet niet precies. Maar hij was aangevraagd. Het was ergens in de comments, in de reactie was het gevraagd of ik dat kon doen. En ik dacht, waarom niet? Dat is eigenlijk best een goed idee. Dus, ja, yeah, let's go for it. Ja, top 5 mannelijke wands. Dit is mijn favoriete. Misschien heb jij een andere favoriete. Maar dit is mijn favoriete aantal wands. Dus ja, ik zal hier wel een paar dozen moeten openen. Want dat ben ik dus helemaal vergeten. Dus ja, zo. Ik ga nog deze even openen. Oké. Om er eerst mee te beginnen. Dit was echt geen makkelijke keuze, kan ik je zeggen. Ik heb natuurlijk wel een aantal wands. Ik heb er volgens mij in totaal 29, als ik het goed kan herinneren, toen ik ze het laatst had geteld. En ja, het is niet makkelijk om daar tussen te kiezen. Ik heb meer mannelijke wands ook dan vrouwelijke wands. Dus vrouwelijk was al helemaal moeilijk. Maar ja, maakt niet uit voor de rest. Laten we er maar even tussen gaan kijken. Op nummer 5 staat denk ik... Fred volgens mij, dit is Fred volgens mij zijn wand. Of George. Maakt niet uit, Fred of George, het maakt niet uit, het is een van de twee, volgens mij Fred. Nou, dat is een van mijn favoriete wands. Doet me ook gewoon een beetje, dat de vorm en design doet me ook een beetje denken aan die van Newt Scamander. Ik heb Newt Scamander nog niet. Maar ik, aan alle foto's en zo die ik heb gezien, doet het dit me een klein beetje aan denken. En het is gewoon een heel fijn design, vind ik. Ik vind het een heel speciaal design dat hij een beetje hobbelt en zo. En dat hij helemaal van die twists waar de ringetjes omheen zitten. Nee, het lijkt alsof hij aan elkaar is geknoopt en zo. En ja, het houdt ook gewoon heel fijn vast. Het is gewoon een hele chill moment. Het heeft voor de rest ook gewoon een mooie punt. Het gaat hier mooi strak af. Ja, het is gewoon een fijne wand om mee te zwaaien en zo. Dus ja, dat is dat. De volgende is Sirius Zwart, zijn wand. Het was een van de eerste wands die ik had. Het is volgens mij mijn derde wand die ik had een video van had op mijn kanaal. Derde of vierde wand video. En ja, het is een van mijn favoriete wands, dat zeker. Het is een hele lange wand. Het heeft mooi design, het heeft allemaal van die gave tekens erin staan. Het is hier ook vierkant en dat is gewoon heel comfortabel in je hand. Bijna comfortabeler dan als die gewoon rond is. En het heeft voor de rest al deze mooie ogen en zo erin zitten. En een soort van lijntje wat er doorheen gaat. En een mooi puntje natuurlijk en hier zit ook mooi strak. Het is een mooi strakke lange wand. Ja, fijn om mee rond te swingen. Je kan er ook keihard mee rondswingen zonder dat die breekt of zo. Zonder dat je opeens knak hoort en je denkt van oh shit, dat is geen goed geluid. En ja, ik heb hem al heel vaak heen en weer geswipt. Ik heb ook hem een paar keer laten vallen en hij is nog steeds heel. Thank god. Maar ja, dat is in ieder geval Sirius Zwarte Wand. De volgende wand is Mad-Eye Moody's Wand. Nou, deze wand is de dikste wand die ik ten eerste ooit heb gezien en heb vastgehouden. Het is volgens mij ook de dikste wand die er bestaat. En het is gewoon, ja, gewoon awesome. Kijk naar het design. Het is gewoon gigantisch dik. Het lijkt net alsof die echt gewoon echt van een schors is gemaakt. Gewoon. Het heeft een mooie punt uiteindelijk nog gekregen. Het heeft al die ribbeltjes erin en zo. En dan die zilveren ringetjes eromheen. En dan komt het aan het einde gewoon zo'n mooie bobbel. En dat voelt ook gewoon heel lekker in de hand. Gewoon die bobbel erbij of zo. En ik vind het gewoon fijn om zo te doen bijvoorbeeld. Of zo. Het voelt allebei gewoon heel comfortabel. Want het zit echt precies in die palm van je hand. Zit het zo. En dat is gewoon een heerlijk gevoel, vind ik zelf. En ja, voor de rest al die totjes die hier nog op zitten. Het is gewoon een heel mooi design. Je kan er gewoon alsnog mee rondswieberen en alles. Het is een hele grote en gewoon dikke wand.
Het heeft wel wat gewicht. Het is wel denk ik een van de zwaardere wands. Naast Lucius Malfoy's First Wand. Als je met de Snakehoofd dat dan natuurlijk erop doet. Ja, voor de rest is deze wand gewoon echt. Het is wel een van mijn favoriete wands. Oh ja, voor de rest, voor de mensen die denken opeens van. Waarom heb je de Snatcher Wand niet in deze top 5 gedaan? Aangezien de Snatcher Wand wel je favoriete wand. Het is echt mijn favoriete wand, dat zeker. Gewoon door alle details en alles. Maar het is nooit echt precies echt een wand van wie we. Het heet de Snatcher Wand. Het is voor de rest niet een wand van Harry of zo. Of van wie dan ook. Het staat gewoon beschreven als de Snatcher Wand. En dat is het eigenlijk. En dat het uit Harry Potter en de Deathly Hallows Part 1 was. En dat is alles wat er. Krijgen te horen voor de rest erover. Dus daarom heb ik die er maar niet in gedaan. Omdat ik toch gewoon niet zeker weet en zo. En de rest hou ik gewoon erbij. De volgende is natuurlijk gewoon Harry's Wand. Harry's Wand blijft gewoon een klassieker. Het is gewoon een mooi design. Het is een korte lengte. Het heeft deze gewoon mooie handle waar. Ja, handle. Gewoon een ding waar je gewoon. De plek waar je het vasthoudt. Het voelt gewoon comfortabel. Het ziet er gewoon heel gaaf uit. Het mooie design en alles. Dat het hier gewoon eerst wat dik is. En dan wordt het opeens dun. En dat het een mooie punt heeft natuurlijk. Het is hier ook gewoon scherp. Het voelt gewoon heel comfortabel. Het is lichtgewicht. Je kan het overal heen slingeren. En ja, het is gewoon een klassieke wand. Het is gewoon de top wand voor de rest. Een hele sterke. Ja. Het is gewoon een mooie wand om te hebben. Voor de rest. Als Harry Potter fan. Ja. Ben je hier toch wel blij mee? Ook al denk je van. Ja, het is toch wel een van. Het is toch de hoofdcharacter natuurlijk. Het is de. Ja, de bekendste character natuurlijk. Maar ja, alsnog. Het is gewoon een goede wand. En het is gewoon een mooi design. En voor de rest. Dat, ja. Goed. De laatste is. Lucius Malfoy's. Zijn first wand. Deze wand is gewoon awesome. Waarom focust mijn camera niet? Stilzitten. Ja, oké, focus weer. Dit is gewoon een awesome wand. Niet alleen door die snakekop voor. Feitelijk wel door die snakekop. Maar ja, het heeft voor de rest komt natuurlijk ook met de walking stick natuurlijk waar je hem in kan doen. En dat is gewoon awesome. Voor de rest, die detail is gewoon awesome. Gewoon met die scherpe tanden. Ze zijn echt scherp. Voor de rest, die smaragd ogen, dat is gewoon plastic. Maar ja, dit is een en al ijzer. Dit helemaal met al die puntjes en zo. Dit is een en al ijzer. Dit is zwaar. Je voelt het gewoon. En het is voor de rest een hele lange wand ook. Met de snakehoofd erop is het de langste wand. Eigenlijk het is nog langer dan die van Pac-Man. Dus de Elder Wand. En, maar ja, voor de rest, als je. Dit kan je natuurlijk ook nog losmaken. Waardoor je een kortere wand natuurlijk hebt. Dit is eigenlijk. Dit hebben ze gemaakt zodat het lijkt op die van wanneer Voldemort hem door midden heeft geknakt. En dan ziet hij er een soort van zo uit en zo. Daarom hebben ze dat volgens mij gedaan. En ja, dan is het een hele lichte wand. En het is eigenlijk dan wel een saaie wand. Maar nog steeds gewoon een hele chille wand. En ja, dit is gewoon ja, mijn top 5 wands eigenlijk. Die van Lucius Malfoy. Blijft gewoon een awesome wand. Het voelt ook gewoon heel fijn en alles. Het design is gewoon top. Ja. Meer heb ik eigenlijk niet over te zeggen. Dat het gewoon een top design is en alles. Het is gewoon een fijne wand. Ja. Dat is het eigenlijk. Dus ja. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. En ja. Ik zie jullie gewoon in de volgende video. Wat waarschijnlijk de video is waar ik het over mijn top 5 meisjes wands heb. Oké. Later.